Jaren geleden gingen wij met de kerk naar Afrika toe. Jongerenreis, we gingen een weeshuis bouwen. Toen had ik het idee van, joh, we moeten een stel zonnepanelen aan die mensen geven. En toen ontdekte ik dat in Afrika er een groot probleem lag met zonnepanelen. Maar vooral met dus de batterijen erachter. Allemaal loodzuurbatterijen. Die dingen die kun je niet helemaal leegladen. Die dingen gaan maar 500 keer mee vaak. Ze gebruiken hem een keer verkeerd en ze liggen kapot in het milieu. En toen ik dat allemaal eigenlijk zag en ontdekte, had ik het gevoel, ik moet terug naar mijn eerste liefde. Ik schaatste vroeger fanatiek, maar ik was ook student. Ik studeerde scheikunde. Toen kwam ik eigenlijk op de ingeving dat ik dacht, hé, ik ga terug naar mijn eerste liefde, de batterij. En ik ga de ultieme batterij voor Afrika ontwikkelen. De uitvinding is deze batterij. Het is een nieuwe batterij. Het belangrijkste component deze batterij is zeezout. En daarom hebben we de zeezoutbatterij genoemd. Tot nu toe kennen we twee batterijen. Lithiumbatterijen en loodzuurbatterijen. Hier is een voorbeeld van een loodzuurbatterij. Er zit propvol met zuur en propvol met lood. Zuur is niet milieuvriendelijk, tenminste, ik zou er niet mijn vinger in steken. En lood is een zwaar metaal, moet gerecycled worden. Lood raakt ook op wereldwijd en loodzuur gaat ook niet heel lang mee. De andere batterij die we allemaal kennen, dat is de lithiumbatterij. Die lithiumbatterij die kennen we allemaal uit elektrische voer. We kennen hem ook uit de mobieltjes. Is ook nog niet helemaal milieuvriendelijk. Is een stuk duurder dan de loodzuurbatterij, maar heeft veel meer energie. Nou, in tegenstelling tot die andere twee batterijen is de zeezoutbatterij milieuvriendelijk. Kan helemaal worden leeggeladen, gaat jaren mee en is spotgoedkoop. Volledig recyclebaar. En dat is dus de weg die we gaan moeten in batterijland. Voor dit prototype hebben we 8 cilinders, 8 pijpen gebruikt. Uit elke pijp komt circa 1,5 volt. 8 keer 1,5 is 12. 12 volt. Nagenoeg alle accu's worden in 12 volt geleverd. En deze dus ook. Ja, het ziet eigenlijk allemaal heel eenvoudig uit. Maar de inhoud, dat is eigenlijk datgene dat het hem doet. En in die plastic pijpjes zitten deze materialen. En die zitten daar op een hele slimme manier ingepompt. Daar hebben we ook een hele hoop tijd in gestoken. Om eigenlijk dat zo slim te doen dat je zoveel mogelijk energie in dit goedje pompt bij het opladen van de batterij. En ook zoveel mogelijk goedje eruit kan trekken. Wat zit daarin? Sowieso uiteraard zeezout. Daarnaast goedkope materialen, koolstof, speciale soorten, natuurlijke materialen. Groeit overal in de wereld. In deze fles zit water. Dus dat heb je ook nog nodig. En in deze fles zit een additiefje, een goedje, waardoor deze batterij zo goed wordt. Het geheim van de smid. En ook metaal, daar zit als het ware energie in. Wat we eigenlijk doen is niks anders dan hier een beetje energie in stoppen. Daar een beetje energie in stoppen. Hier komt eigenlijk de negatieve kant. Hier komt de positieve kant. En als je de energie weer nodig hebt, dan laten we het boeltje weer terugreageren. En ja, dan krijg je stroom. Wij zijn tientallen materialen gaan testen. Je leest in de boeken, in de literatuur, op Google. Je zoekt wat bestaat al, wat bestaat niet, wat kan wel en niet werken. Ja, eigenlijk is dat een assortiment van een hele grote filter die je doorloopt. En daar doe je dan 5 jaar over. En toen, eureka, zeezout. We hebben hier het huis van de toekomst gemaakt. Zonnepaneeltje, windmolentje op het dak. Duurzame energie willen we allemaal in Nederland, maar we willen ook allemaal elektrisch gaan rijden. Als wij nu massaal elektrisch gaan rijden en thuis de auto op zouden laden, hebben we 2 problemen. De auto laadt niet snel op en het net raakt overbelast. Wij hebben een oplossing bedacht. Nederland moet straks massaal een zeezoutbatterij bij huis plaatsen. Overdag, dan laat hij op. Hij laat de stroom op van het zonnepaneeltje, van het windmolentje. Of hij wordt door het net opgeladen. Autootje komt thuis en wil graag snel laden. In het huidige stopcontact kan dat niet. Duurt uren. In de nieuwe situatie is de batterij niet alleen een opslagmedium, maar ook een snellader. Omdat er een hele hoop vermogen uit een batterij komt. Kwartiertje laden, wegwezen. En terwijl je weg bent, begint de batterij alweer op te laden. Wij hopen dat deze batterij geproduceerd gaat worden, dat die verkocht gaat worden en dat dan heel Nederland massaal
die laadpaal met die batterij gaat installeren.